Nou, leuk, Harry. Ja. We dit op mogen nemen, dat vind ik leuk. Ja, we hebben weer ons best gedaan. Ja. Het is toch een, om een boekje samen te stellen. Ja. Ja, dus maar nu een krantartikeltje uit de Oostraad. Maar je zult waarschijnlijk alle artikeltjes wel herkennen. Ja, dus in de voorkant van de Antoniuskerk. De? Voorkant van de Antoniuskerk. Ja. Ja. En het feest van u staat erin? Feest van mij. Een paar enkele foto's van het feest van u. Mijn nieuwe man, de priesterfeest, ja. Ja, waarom ben je dan dat? Foto, ja. 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 Ja, maar dit is dan die van mijn... hier met de meisjes over, zo lief. Ja. Oh nee, dat is trouwig, ja. Ja. 60 jaar. Hier 60 jaar priester, dat staat erin? Ja. Tenminste, een stukje. Dit. Ja. En het boekje wat in de mis gebruikt is. Ja. Ja, en u hebt nog steeds de inspiratie. Ja. Ja, probeer. Maar ja, dat ik het toch wel moeilijk om iets te vinden, hoor. Om het idee om iets nieuws te zien. Ja, dat is moeilijk. Iedere keer een nieuw artikeltje, heel moeilijk, ja. Hè? Krijg je dat? Of hoe gaat dat? Nou, geef ogenblik. Daar gaat dit. Je bent ergens mee bezig en je hoort een bepaalde opmerking en een reactie bij jou. En waar je even warm voor loopt. En dan kun je er wat schrijven. Oh ja, dan wordt er iets gezegd. Ja, en dan ga je, hé, daar kan ik ook in gaan. En dan spreekt u aan. Ja. En dan zeg ik, hé, dat is mijn... Ja, dat is een ding om over te schrijven. Ja, en hoe lang schrijf je daarover? Nou, dat gebeurt zo geleidelijk aan. Hè. Toen een paar dagen heb ik erover. Dus ja? dat er nog een beetje aanscherpen. En zo komt het tot stand. Ja. Ja. Ja, de Heemkunde is er ook blij mee. Ja. Dus die is hartstikke mooi voor ons archief. Ja. En nou kunnen we het weer een boekje samenstellen, ja, illustreren. Ja. Oh ja, dat vind ik toch wel leuk zo. Ja. Ja. Ja, maar nou is vanaf augustus 2013. Ja. Tot 1 januari 2016. Staat er dat in? Ja, dat staat erin achterin. Vanaf 6 juni 1999. Ja. Elke week. Ja. God, 99. Ja. Zo is, dat wordt 16 jaar. Ja. Bijna een jubileum. Ja. Dat vinden we niet pittig genoeg? Nee. Hier had ik het evangelie van zondag. De afgelopen zondag? Nee, de zondag. Van, oh, zondag. 31 juli. Ja, afgelopen zondag. Ja. Ik zal het voorlezen. Dus... Zo weinig zeggend. In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. En dan gaat Jezus nog ineens op die vraag in. En dat vind ik een beetje slap. Wat is het verschil tussen catechese en pastoraal? Catechese is dus onderwijzen op lagere school, maar. Of jij zegt, ik wil iets meer over het geloof weten, dan ga je catechisme bestuderen, de catechismus. Daarna zei je pastoraal, dat we samenkomen om samen te bidden. Dat we zondags samenkomen in de kerk, samen bidden, dat is pastoraal. Of als ik bij jou thuis kom als pastor en meeleef met jou, ja. En je aan mijn gezin, dat is pastoraal. Ja. Welk geboortejaar ben u? 27. Eens kijken. Ja. Ik ben 89. Oh, zo. In januari was ik 90. Ja. Nou ja, dan de kruis. God, 90. Ja. En ik ben altijd met geloof bezig geweest? Ja, dat wel, ja. Ja. Ook zoeken, zo wil je zeggen. Ja, echt diepgelovig. Ja. Ja? Ja, maar ook zoeken door. Dus je zegt, God, waarom laat het zo lopen? Waarom zo, hè? Toch wel. Ja, dus ja? Zoeken en zo, hè. Waar hebben u uw opleiding gehad? Nou, ik heb natuurlijk mijn lagere school in Bergen op Zoom. Ja. En toen
toen ik 12 was, ben ik naar het Dominicus College gegaan in Nijmegen. Van de Dominicanen, klein seminarie. Toen had gelijk van de lagere school? Ja. Met je 13 jaar? Ja, ik was 12 jaar. 12 jaar, ja. Ja, 12 jaar naartoe ging. Ja. En daar, en toen daarna ben ik in 1946 naar Huissen gegaan, naar het noviciaat van de Dominicanen. En toen 3 jaar naar Zwolle voor de filosofie. Oh, ja. En toen 4 jaar naar Nijmegen voor de theologie. En toen kreeg ik benoeming voor eerst het Tiel, naar de hand Schiedam, toen Berchem Zomer, naar de hand Oosterhout. Ah, ja. Nee, dus, ja. En die valt onder de orde? Van de Dominicanen. Van de Dominicanen. In Nijmegen, een heel groot klooster, Albertinum. Maar ja, toen ik intrad, waren er zo'n 500 Dominicanen. Zo. En nou zijn er nog met 70. In totaal 70? Ja, hier in Nederland. In Nederland? Nee, over heel de wereld veel meer hoor. Maar. Nou, meneer pastor Harry de Valk. Ja. We hebben als heemkunde hebben we dit boekje gemaakt voor u, samengesteld en geïllustreerd. Vanaf augustus 2012 tot januari 2016. Ja. We hebben al uw artikeltjes, die hebben we gebruikt voor de Oosterhouter iedere week. Wat toch goed gelezen wordt, hè. En wat ook interessant is. Want jij bent bij de heemkunde Oosterhouter. Ja. En je woont in Breda. Ja, ik ben in Oosterhout geboren, hè. Ik ben in Oosterhout. Ja. En ik doe ook vrijwilligerswerk bij het Brabants Museum uit Oosterhout. Oh ja. Nee, ik ben dat gezien. Ja. Ja, het was... Dat streelt mijn eigenheid wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Nee. Het volgende is weer in de maak. Ja. En dit is trouwens het tweede boekje, hè? Ja, het andere ligt boven, hoor. Dus. Ja, maar dit is iets groter. Dit is... Ja. En ook iets dikker, hè? Ja. De andere was minder uitgehouden. Ja. Mooi. Thank you.